Wacht even hoor. Krijg er even bijna te kwaad, sorry hoor. Ik had van de week dan het videootje geüpload over de tikkie. En ik kreeg daar zoveel positieve reacties op. En steunbetuigingen, mensen die dat ook hadden meegemaakt en zo. Dat zelfs het tv-programma Op 1 het heeft opgepakt. Dat was op 6 juni, was dat. In de uitzending. Ja, het schijnt gewoon heel vaak te gebeuren. Dus ik wil allemaal volgers bedanken voor de steun. En hier komt even het clipje. Ja, betaalverzoeken versturen voor 70 cent. Ruzie met een vriend die niet betaalt. Of maanden later nog een enorm bedrag terugvragen. Elkaar digitaal geld terugvorderen is inmiddels helemaal ingeburgerd. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die betaaletiketten? Ik wil wel een patatje van, ja. Dus ik pak de twee patatjes. Ik eet het op, die twee patatjes. Krijg ik net een appie met een tikkie dat ik 1,75 moet betalen aan hem. Oh. Ja, Robin, jij aan tafel. Jij schrijft in Linda Tikkie te veel, een rubriek waarin je heel veel mails krijgt natuurlijk over ja, dit soort toestanden.